Kijk jongens, we hebben hier ook nog... Nee! Oh. Dat was naar de overkant. Ja, we zijn niet eens op vakantie. Goed zo. Eerst helemaal dicht. 1, 2. Nat spuiten, hè? Een hele goeie. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Te zeggen. We zijn de Bellinga's familievloggers, inderdaad. En het is vandaag... Tik. Maar ik weet het! Donderdag! Donderdag! Het is vandaag donderdag. Nog steeds in de meivakantie. De corona-meivakantie, kun je het wel een beetje noemen. En ja, we zijn lekker aan het chillen op de bank. De kinderen hebben lekker een ontbijtje op de bank voor een Pieter Konijn filmpje. En vandaag is het zover, jongens. Weet je wat vandaag komt? Wie er vandaag komt? Er komt vandaag iemand alvast de serre opmeten. Wie? Iemand van een serre, iemand van een serrebedrijf. Oh, ik dacht dat iemand een beroemde meneer kwam. Nee, geen Michael Jackson. Nee, over Michael Jackson hier gesproken. Nee, ik kom een dorpsraar in meten. Ja, jongens, het is vandaag zover. Uiteindelijk, ja, jullie weten dat onze, op ons wensenlijstje al heel lang een serre, een tuinkamer gaan we het maar noemen. Ja, want officieel is het dus niet echt een serre wat we nu gaan hebben, maar het is een tuinkamer. Maar wel helemaal dicht, zodat we onze woonkamer kunnen vergroten. En dat we de kinderen ook meer speelruimte kunnen hebben. Aangezien daar alles hutje met je op staat. Ja, dus ze worden groter. Het is in meten, hè? We zijn er druk bezig. Dus die hebben ze druk aan bezig. We gaan oriënteren of het wel gaat passen, want we hebben wat uitdagingen. De airco-machine moet verplaatst worden. Ja, misschien zit er een airco-tank onder de grond dat het niet kan. Dus nog niet te vroeg, jeugd. We gaan eerst even meten. Je hebt offerte aangevraagd. Dus we komen nu dus meten of het allemaal goed past en zo. En we hebben dus, ons huis heeft een, we hebben overigens wel een vergunning en dat soort dingen. Dat is wel allemaal goedgekeurd. Alleen we hebben dus een waaier... Nee, ik moet het goed zeggen. Jullie zien daarboven die dingen in het plafond zitten. Die zitten door het hele huis. Het is een soort koelingssysteem van ons huis. Ons huis is... Wij wonen hier als eerste bewoners, zeg maar. Dus het huis is... hoe noem je dat? Gebouwd in? De 0-meter woning. 0-meter stand, zeg maar. We hebben hier ook echt zo'n meter hangen dat we kunnen kijken hoeveel onze zonnepanelen... We hebben 30 zonnepanelen. Hoeveel die al hebben... energie hebben gevangen en in ieder geval hoeveel hebben verbruikt. En dat zit allemaal samen met dat systeem. Het zit door ons hele huis. In alle kamers zitten die buizen. En die zorgen ervoor dat er constant frisse lucht door ons huis heen gaat. Wat wel gewoon op temperatuur is, zeg maar. Dus als het winter is, is het niet koud. En ja, we hebben vloerverwarming. Het hele huis heeft vloerverwarming. En die buizen, die krijgen dus frisse lucht van buiten. Waardoor we ons huis een soort isolatiesysteem is. En toch, ja, een soort airco. Ja, een airco en ook dat het warm blijft, zeg maar. Dus, nou ja, lastig verhaal. We hebben in ieder geval een ding buiten staan, een waaier buiten staan. Die constant zorgt dat ons huis fris en schoon blijft met de lucht. En die staat dus hier. Dat is deze. Alleen, als we hier dus een serre neer gaan zetten, tuinkamer, dan kan die er dus niet blijven staan. Want dat betekent dus dat hij binnen staat en hij zuigt frisse lucht aan. Door deze ronddraaiende dingen die daar staan. Waar is nog die blauwe lijn? Ja, we hadden laatst hier een blauwe lijn met stoepkruid gezet, schatje. Maar die is door de regen weggeregend. Nee, maar het is ongeveer tot zo. Ja, ongeveer tot hier. De trampoline staat net buiten de tuinkamer, zeg maar. Ja, waar jij nu staat, ja. Dus zeg maar dit stukje, dit zien we hoe Lucilla nu zo loopt. Dat wordt zeg maar overdekt met een serre, een tuinkamer. Alleen dat dingetje moet dus wel verplaatst worden. En dat is eventjes de uitdaging op het moment. We hebben een monteur die komt kijken van deze woningen. En die komt kijken of hij hem kan verzetten. Ergens anders heen, misschien op het dak of misschien ergens anders. We weten het niet precies. Ja, daar staan ze ook wel eens. Nee, niet daar. Op het dak van het tuinhuisje, bedoelt mama. Dus dat is nog heel eventjes de vraag. Maar we gaan eens even kijken. Hij wordt dus 5 meter breed en 4 meter lang. En dan hebben we hier nog de tuin over. Vanaf dit, zeg maar. Dit is zeg maar nog onze achtertuin die dan nog over is. Ja, inderdaad. Dit wordt dan allemaal dicht. Dit is ook het stukje tuin waar de meeste schaduw is. En waar we eigenlijk bijna nooit zitten. En als we in onze tuin zitten, dan is het eigenlijk altijd aan deze kant. En in de lounge shed en zo. Want hier is altijd zon. En natuurlijk in de voortuin. We maken ook heel veel... Nee,
Nee, je kunt ook gewoon op de trampoline blijven springen, want die blijft dan ook staan. En we zitten ook heel vaak in de voortuin, dus ja, wat tuin betreft missen we dit stukje niet echt, want het is een beetje een soort loze tuin. Ja, dit is ook niet heel erg ruim en heel erg groot. En dan kunnen we ze lekker hop in de tuinkamer doen. Ja, dat was koud buiten met de voetjes, hè. Het heeft geregend, die vies. Ja, ik zie ook. En dan kunnen we daar het speelgoed ook neerzetten en dan kunnen ze daar lekker spelen en lekker bouwen. Ja, jas af, schatje, maar we gaan nu nog niet naar buiten, die vies. Kan nog goed praten, hoor. Luxie gaat steeds meer woordjes zeggen, jongens. Jas, zegt ze, jas. Ja, ook. Ja, Luxie, je kan heel goed praten al, hoor. Gaat steeds beter. Doei. 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 Ik wou nog meer steentjes uitgeven. Ik vind dat kussentje leuk, Boomba. Dat Boomba knuffeltje. Ik vind mijn zon leuk. Zullen we een hondje kopen? Wat kost een hondje? Wat kosten de hondjes dan? Dit hondje is gratis, hè? Dit. Even het hondje scannen, Luxie. Oh, wat kost het hondje, Luxie? Die bruine ook. Die bruine ook. Zo, nou dat gaat nog net. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, er staat 500 euro. Maar zo. Dan betaal ik een boezel. Nou, daar is de serremeter. Ze zijn de serre aan het bekijken. In hoeverre we een serre kunnen krijgen daar. Ik ben benieuwd of het allemaal gaat passen. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd en ik hoop dat het gaat. Ja, ik ook. Oh, Luxie! Ben je met de Luxie heeft een jurk aan? Ja. Heb jij een mooie prinsessenjurk aan? Ach, liefie, wat mooi. Heeft Leon jou die aangedaan? Ja. Oh, die past jou net precies, liefie. Ja, die heel mooi. Heel mooi. Ja. Schatje. Ja. Oh, is Sammy daar? Och, Sammy. Hallo, Sammy. Is Sammy er ook weer? Oh, hij kruipt in het holletje. Hij is kiekeboe aan het spelen, zie je dat? Zo, goedemorgen, Sammy. Heb jij lekker geslapen in je holletje? En Lucilla, die heeft ook een jurkje aangedaan. Ja, maar ik heb drie. Ik moest dus met deze aan. Die van ja? Heb zit ik tussen. Ja? En deze bloertjes en die filters. Want ze heeft nu een jurkje aan, wat eigenlijk een beetje te kort is, hè? Want kijk, Lucilla heeft hele lange benen gekregen opeens. Ja, ze heeft echt super hard gegroeid. Die kan je aan, of die andere met die bloemetjes. Die had je gisteren aan. Misschien kan je nou die andere aan. Dat is misschien ook wel leuk, hè? Die? Want die is ook wat langer, hè? Want kijk, dit jurkje is een beetje aan de korte kant geworden. Dat is echt heel erg te zien bij Lucilla. Ze is opeens heel erg gegroeid. En ze zegt ook regelmatig heeft ze last van groeipijn. Ik weet niet of ouders onder ons dit herkennen. Maar Luan had het ook een periode gehad dat hij heel groeipijn had aan zijn benen. En Lucilla heeft het ook regelmatig nu, hè? Dan zegt ze, oh mama, mijn benen groeien. En dan voelt ze dat die benen... Dat het groeipijn is, zeg maar. Dat is een bepaalde soort pijn die je dan op deze leeftijd best wel hebt. En opeens zie je dus ook echt dat die groeipijn ook echt het werk heeft gedaan. Dat ze opeens hele lange benen heeft gekregen. Ja, waardoor dus heel veel jurkjes te kort zijn. Kijk, eerst was mijn benen tot hier toe was. Ja. Toen waren ze tot hier toe was. Ja. Maar nu waren ze tot hier. Ja, nu zijn ze helemaal tot daar, hè? Ja, wauw. Kijk, deze die past wel, Lucilla. Deze die zit wel goed. Doe eens een rondje draaien. Kijk of ik niet je onder je billen zie. Nee, ik zit geen. Nou, kan jij die aan vandaag, hè? Oh ja, Luxie heeft hakjes aan, hè? Met deze tas. Ja, Luxie heeft de hakjes aan. Weet je wat voor tattoo ik heb gemaakt? Ik ben er heel erg trots op. Een tattoo? Een lolly heb ik. Och jongen, wat heb jij nou weer gedaan? Mooi, hè? Een eigen tattoo.
toegemaakt. Ja, met mama's eyeliner. Ja. Boef ben jij mama? Ook, hè? Nee, joh. Ja. Dat zou ik ook al doen, maar alleen maar glitje wel in. Oh, wat lief van jou. En weet je, dit was slijm op mijn kleed. Ja, dat was het slijm op je kleed, hè? Ja, en die krijgen we er niet meer uit. Heb je mooi aandenken aan je slijm. En dan gaan we eens even kijken wat Luan aan wil doen. Een tegendeel van Lucilla wil Luan altijd dat ik zijn kleren uitzoek. En Lucilla wil altijd zelf haar kleren uitzoeken. Maar bij Luan ga ik ook eens even kijken. Ik denk dat maar soms gewoon... bedenk ik het zelf. Soms bedenk je het zelf. Maar meestal zeg je mama, kom ik aan. Mama. Ja, toch. Kijk eens. En met Ampi. En doe gewoon een lekkere korte broek, jongen. Want het wordt vandaag lekker weer. Oh ja. Zon gaat schijnen. Doe mama mijn armbandje. En dit, ja, mag je ook je armbandje om. Kijk eens, korte broek. Nou, even lekker aankleden. Dan ga ik eens kijken wat ik ga aankleden. Want ik ben ook nog in mijn thuiskorties. Ja, ik ben lekker aangekleed. Nu ga ik in de tuin spelen. En papa en mama gaat even aankleden. Dus papa gaat mij filmen, want ik ga de tuin sproeien. Doei. Kan je helpen met... Wil jij de plantjes water geven? Ja. Nee, ja, ik heb het gisteravond voor het slaapraam, maar is prima. Ze mogen wel ochtenddrankje hebben. Kom maar, gaan we de gieten vullen. En daar weer dicht. Kijk, nou, papa die telefoon, hè? Oh, die is wel wat zwaar. Nou, probeer jij op de drempel. Hallo, familie Arbein. Hallo, familie Arbein. De paprikaatjes. En dan de tomaatjes. Die, oh ja, dat is jullie muntplant. Die, ze hebben lekker gedronken. Zo, dan zet je de gieten daar weer neer. En dan zeg je, drink smakelijk, kleintjes. Hij heeft even gaan. Soepkruid. Oeh, oké. Okay. Maar hij zit een beetje vast. Je bent gek op soepkruid, hè? Ja. Oh, daar is uitgevallen. Oh. Ja. Vertel maar, soepkruid, hè? Wat ga je maken? Hond. Een hond. Laat maar zien. Met een bedje erop. Met een bedje, oké. Okay. Oh. Een stikke bedje. Oh ja. Ik vind het een prachtig hond. Wow! Ik die is te lang. Papa's prinses. Nou jongens, het is weer alsof wij op vakantie zijn in eigen tuin. Kijk eens, hier ligt vader een boekje te lezen. Is een lekkere chillstoel. En Lucilla? Lucilla wil haar schilderij laten zien. Waar heb je een schilderij gemaakt? Hier. Oh liefie, wat mooi. Heel mooi gemaakt, hè, Luxie. En lekker in het stoepkrijten. Ja, we hebben weer een heel mooi voetpad hier met stoepkrijt. Hé, maar zullen wij deze achter of de voortuin gaan opbouwen met een lekker gasje weer? Ja! Met de lekkere matjes leggen we dan weer neer. We hebben natuurlijk niet zo'n heel goed gasveld. Moeten we nog steeds een keer doen. Maar ja, weet je, door het hele corona gebeuren zijn we er niet echt aan toegekomen. Dus wij vinden het niet zo heel erg. We hebben van die Action gasmatjes. Heel veel. En die rollen we gewoon iedere keer uit en in. In de zon, in de zon. En ja, het is een beetje frisjes. Ah, in de zon. Kijk, nu waait het dus hier. Nu kun je het dus heel goed zien aan mijn jurk. Nu waait er dus wind, zie? Langs dit ding. Om dus frisse lucht door het hele huis te doen. Zie je dit? Koud. Ja, het is een beetje frisjes. Dan hebben we de schuur, de overvolle schuur. Vol liggen met gasmatjes. En die rollen we iedere keer in en uit als het lekker weer wordt. En ik heb gezien, de komende paar dagen gaat het niet regenen. Dus dan kunnen we het gewoon laten liggen. Oh jongens, kijk. Tada, onze overvolle schuur, jongens. Dat is echt... Dat blijft een dingetje, jongens. Dat hoort ook misschien een beetje bij ons. Die overvolle schuur. Maar kijk, hier liggen dus die gasmatjes. En die ga ik er dus heel even uitpakken. Maar goed, dat leg ik jullie wel even weg. Want anders kan ik er niet bij. Oh, zit je weer op de schutting bij de buurvrouw te koekeloeren. Kom naar beneden. Maar mam, wordt dit voor in de achtertuin of wordt dit voor de voortuin? Nee, dit is voor in de achtertuin. En mijn gasmat is in de voortuin. Matten uit de schuur gehaald en die gaan we dan nu hier in de voortuin leggen. Dat is een lekkere gas, een zacht gasje om op te spelen. Zo, hoppazee. Tadaa, ons mega grote grasveld is klaar. Hier kunnen we lekker chillen hier.
Daar hebben ze het glijbaantje. Kunnen daar nog even stoep krijten bij dat kleine stukje daar. Hier een leuke picknickbankje. Zullen we er ook maar een klein zwembadje op zetten dan? Ja! Vind je dat een leuk idee? Hier! Ja, die kan wel hier zo. We hebben toch maar weer even het zwembadje uit de schuur gehaald. En die gaan we toch maar even opzetten, jongens. Want het wordt de komende dagen weer heerlijk zomer weer. Ja. Dan hebben wij weer een lekker badje in de tuin, hè? We hebben hier al de bikinetjes en de zwemdingetjes. Die gaan we even aandoen, want we hebben het badje net lekker gevuld. Het is een lekker watertje. Dan gaan we zo eens even een plonsje wagen, jongens. Luxie heeft de bikini aan. Kijk, de bikini. Ja. Nou, we moeten er even insmeren. Het zonnetje. Even smeren. Ik wil even een hemdje aan. Zo, we hebben lekker ingesmeerd. Het is tijd om een duik te nemen in het zwembad, jongens. Een duik naar de... Wie gaat er als eerst van de duikplank? Nee, joh, dat kan niet. Even voor de... Oh ja, dat staat erop. Ja, je mag er niet in duiken. Goed gezien, jongen. Badmeester, papa is echt klaar voor de start. Ah! Hoi! Oh. Oh, lekker, hè? Dat is een jacuzzi, jongens. Die krijg ik kippenvel van. Zo heet het. Die kun je straks ook lekker in bad. Ik denk dat het wel iets van 12 uur warm blijft. Kijk eens jongens, we hebben hier ook nog allemaal lekkere badspeeltjes. Kijk eens Luxie. Eentjes. Eentjes erbij. Dat is gezellig in bad. Gelukkig nu maar schoon. Ja, gelukkig is het uit zijn kraam. Ja. Mag ik ook drinken? Ja, ik ga hier uit. Het is eigenlijk een soort warme thee. En dan is er een zakje in. Je hebt echt een grote beker, toch? Ja, je hebt een hele pan soep, jij. Nee! Mam, dat is toch niet lekker? Chocolade, chocomel, weet je nog wel? Met een pannetje. Ja. Wie wil er zo? Ja. Lekker, Luxie. Lekker badje, jongens. Wat doet ze nou? Gaat ze onder water? Hierin? Wie wil chocomelk? Jij? Ik. Ja, mij! Mag ik ook? Ja. Ah! Nou, ik heb mijn handdoekje. Lekker luxe, chocomel?
nat. Ja, die is nat. Die kunnen we niet meer gebruiken. Nee, leggen we die mee even op de schutting drogen. Hallo, ik ben Woesel. Wat is jouw naam daar in de camera? Woesel. Een lekker weertje, jongen. Heet, hè? Als de woezel ligt, springt hij zo in de vijver. Kom, zo. Lekker in het schaduwtje. Ja. Pip ligt hier lekker in de schaduw, hè? Ja, Pip ligt hier lekker in de stoel. Kan ze alles goed zien, hè? Wat de kindjes allemaal doen. Ja. Ga je ook duiken? Ga je ook duiken? Meisjes. Wat zijn jullie lekker aan het spelen? Lekker wat? De meisjes eten lekker broodjes met hagelslag. Eet smakelijk. En lekkere broodjes daarbij voor Luan. Alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eens wat mama hier heeft. Een waterpistool, maar het is niet zomaar een waterpistool. Dit is een brandblussertje. Dat is heel grappig. Die moet je op je rug doen. Dan kun je water erin doen. En dan kan je heel veel water op je rug hebben. Dan moet je hem eerst even vullen. Heel goed. Eerst even vullen. Dat er allemaal water in komt. En dan kan je die slang. Kijk, hier heb je... Dat is wel heel grappig hoor. Dit is net een echte brandblusser. Kan je zo... Pssst. Wow.
Kijk, dan kan je vanuit hier kan je de plantjes water geven. Oh, woesel nat spuiten. Zie je dat? Grappig, hè? Zullen we eens even kijken hoe ver die kan? Gaan we hier staan? Schiet maar eens naar de overkant. Oeh, Pip, wat is dat? Ja. Ja, hij komt wel hoog, Lu. Zag je dat? Je mama wordt nat. Mama nat. Oh, ik zie. Woefie. Ik loop even naar de auto. Om te kijken hoe ver ze gaan met het waterpistooltje. Oké, kijk, hier staat onze auto. Je hebt een auto. En daar hebben we ons touwtje. Oké, spuit mama maar nat. Nee, net niet. Oeh, ja, vanaf hier wel, Luan. Nou, even lekker afdrogen en warmen in het zonnetje. Dat was wel een lekker badje volgens mij, of niet? Ja, hè? Maar Luan is erbij in slaap gevallen, hè, jongen? Ja, even. Lekker aan het chillen, hè? Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat het toch nog best wel een heel erg lekker dagje is vandaag. Ik heb nog een lekker zwembadje, jongens. Lekker zonnetje. En we zijn niet eens op vakantie. Hoe vinden we dat? Ja, het is wel vakantie. Kijk, dit is mijn uitzicht. Kijk eens wat mama nog heeft gevonden. Ik test hem nog uit. Ja. En dan ging ik op de auto. Deze gaat wel super ver. Ga daar nou, toe. Ja, ik ga daar. Nou, ik ga eens weer even naar de auto toe. Het zijn van die blaasstof, die duwstokken, zeg maar. Wow, ja hoor. Deze gaat heel ver. Mama. Hi. Kijk uit, voor de buurvrouw. Ja. Woefie, dat was bijna de buurvrouw. Hey. Ja, nou kun je, maar moet je proberen daarheen te doen. Als je daarheen gaat, kan je kijken hoe ver je gaat het parkje in. Ja, en dan die kant op. Goed zo. Zullen we kijken wie het verste gaat? Moet je ze allebei vullen? Gaat mama kijken hoe ver jullie kunnen. Goed? Je moet ze vullen door eerst helemaal dicht en dan open te maken in het zwembad. 1, 2... Nou, volgens mij... Nee, hier op de straat. Volgens mij zijn jullie even ver. Nu, het is geen action cam. Woefies, we gaan geen voorbijgangers nat spuiten, hè? Ja. Nee. Nee, we houden het gezellig aan, Lu. Ook niet mij. Ook niet mij, jongens. Ook niet mama. Nee. Ik heb mijn bikini niet aan. Nee, niet op de auto. Niet op de auto. Nee, dat was per ongeluk, hè, Luan? Dat was per ongeluk. Doei, baby. Ik ga het Gamer. Nee, ik ga die gamer maken.
Is het goed? Jij kijkt er zitten een hoedje. Ja. Het is alweer een heel tijdje later en de kinderen die zijn iets aan het doen. Wat zijn jullie aan het doen? Oh! En dan gaat die druppelen van de lantaarnpaal. Hey, maar jullie hebben ook. Jullie hebben ook papa's auto gewassen. Ja. En Lux, heb je ook geholpen met de auto wassen? Ja. Oh, wat goed zeg. Oh, wat glimt die weer, jongens. Jongens, komen jullie aan tafel? Lekker brood eten aan de pik. Ja, buiten. Luxie, neem popje ook mee. Ja. Dat is gezellig. Lekker nat. Zo, nou. Dat is gezellig, vind ik. Niet smakelijk. Bon appetit. Dit blaast. Als je het een leuke vlog doet, even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Bye. Voeg je hartsbomboem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boemboem mee. Dans mee en blijf